Wat verdrietig, wat jammer, wat zonde. Waarom is het niet gelukt? Dat zijn de reacties die ik kreeg toen ik na 10 jaar relatie met mijn ex uit elkaar ging. Wij waren heel erg blij met de keuze om als beste vrienden uit elkaar te gaan. Maar de mensen om ons heen die vonden het toch best wel lastig. En als ik naar de meningen en opmerkingen van de mensen om me heen had geluisterd, dan had ik dat misschien ook allemaal wel heel lastig gevonden. Ik heb de laatste maanden zoveel mensen gesproken over de relatie met hun ex. En ik vroeg dan, had je eigenlijk nog vrienden willen blijven met die persoon? En heel vaak was het antwoord ja, maar was het toch niet gelukt. En tuurlijk kunnen daar allerlei goede redenen voor zijn. Maar misschien als we het vaker als voorbeeld zien, dat we er ook vaker over gaan nadenken. Daarom wil ik hier graag een film over maken. Maar een film maken kost geld. Apparatuur, locaties, mensen. En die mensen wil je ook nog een keer even iets te eten geven op de dagen dat je aan het filmen bent. Als je mij daarmee wil helpen, ben ik je echt eeuwig dankbaar. Of kies een van de vele tegenprestaties die ik jou kan bieden. In oktober, november verwachten we ongeveer klaar te zijn. En ik hou je natuurlijk daarvan op de hoogte. Alvast duizendmaal dank. Dit gaat iets heel tofs worden. Hopelijk heb ik tegen die tijd mijn stem terug. En hier is alvast een kleine sneak peek.